Hallo allemaal, ik ben Tessa, trainster bij Sporten voor je Deur en ik geef jullie vandaag de Yolatis workout. Vandaag zullen we vooral wat meer Pilates gaan doen. Wat heb je voor nu zo meteen nodig? Zorg dat je iets van een matje hebt, je mag je schoenen weer lekker uitdoen en we gaan gewoon beginnen. Je mag om te beginnen gewoon lekker je voeten neerzetten op heup- of schouderbreedte. En dan mag je langzaam met je kin op de borst jezelf gaan afrollen. En dan kom je weer overeind. En het voelt een beetje echt wel als een sit-up. Het is het stiekem ook. Maar eigenlijk is het nu meer bedoeld om even je wervelkolom op te warmen. En je mag je armen best wel gebruiken. Yes, hou hem nog even vol. We gaan er nog 10 doen. Yes. Nog 9. Goed zo. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Kin op de borst als je afrolt. 2. Strek jezelf weer op. 1. Yes. Alright. Dan mag je handen achter je knieën zetten. Zelf een beetje zo in elkaar laten zakken, alsof je aan het chillen bent op de bank. En dan blijf je zo een beetje hangen. En als het je het goed doet, dan voel je nu al dat je aan je buikspieren hangt. Dus je buikspieren zijn nu echt wel best wel aan het werk. Dan mag je armen nu op een best wel gespannen manier, op deze manier aanspannen. En je arm zit echt aan je romp vast. En dan ga je nu met je rechterarm onder je linker oksel door. En doe het ook andersom. Linkerarm gaat toe onder door rechts. En zoals je ziet, mijn arm blijft in dezelfde positie. Dus ik strek hem niet helemaal uit. Als ik dit zou doen, dan trainen deze buikspieren hier niet bij de ribben. Alright, gaan we. Klaar voor? Here we go. Nog 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. En waar voel je dit nou? Zeg dan de bovenkant van de buikspieren. 8. En je voelt het vooral ook aan de zijkant. Hier zo. Nog 4. 3. Nog 2. En 1. En blijf aan de rechterkant. Nog 8. 7. 6. Blijf lachen. 5. 4. 3. 2. En we hebben natuurlijk de andere kant, mensen. Gaande. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En nog 16 keer. Om en om. 16, 15, 14. Voel het branden. 13, 12, 11, 10, 9, 8. 7, nog 6, nog 5, blijf lachen, 4, 3, 2 en 1. En houd hem even vast, blijf hangen aan de buikspieren. Merk je nou dat je nu al best wel last van je onderrug krijgt? Kom dan gewoon nu even omhoog en maak jezelf even helemaal lekker bol om je onderrug te stretchen. Mensen die geen last hebben, die blijft nu nog zo even hangen. Houd hem nog even vol, heb je de ruimte? Gaat je nu je rechterbeen omhoog. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Rechtervoet gaat zakken, linkervoet gaat omhoog. Blijf lachen, gaat goed mensen. Hou nog even vol. 4, 3, 2, 1. Laat hem even zakken en nu gaan beide voeten omhoog. Blijf balanceren op je stuitje. Buikspieren aan, hang aan je onderste buikspieren. Bovenste buikspieren zijn aangespannen. 5. 4, 3, 2, 1 en kom naar voren. Maak je rug even helemaal lekker bol. Pak met je handen je voeten. Misschien schuif je wat naar achteren of met je voeten wat naar voren. En voel de stretch in je onderrug. Laat je hoofd lekker hangen even. Je wangen of je oren tussen je knieën. Dan neem je even een paar ademhalingen voor onszelf. En rol je langzaam weer omhoog. En dan ga je nu ook aan je
nou ja, met je handen achter je knie holt. Laat jezelf langzaam afrollen. Wervel voor wervel in de grond. Totdat je helemaal ligt. En dan mag je nu goed je onderrug, eigenlijk je hele rug nu in de mat duwen. Nu kan je naar buiten ook je handen plaatsen, zo onder de bips. Dan kantel je jezelf al een beetje in de mat, dat helpt je. Wil je een uitdaging, plaats dan je handen gewoon naast je op de grond of op je borst. Of duw ze ergens in de lucht wat je leuk vindt. Span de buikspieren aan, de kleine buikspieren. Als je een paar keer lacht of hoest, dan voel je aan de binnenkant van je heupbotten die spieren zich aanspannen. En die spieren willen we dat we ze aanspannen. Span die spieren aan. Navel gaat iets naar binnen. Flex de voeten, strek de benen. En dan gaan we nu met het rechte been. Gaan omlaag, cirkel omhoog via rechts. Yes, netjes. Linkerbeen gaat omlaag, cirkel omhoog via links. Yes. Nog 10. Nog 9. Hij is al het tweede been, dat is 1 rondje. Goed zo. Kijk de buikspieren samen, nog 8. Probeer de rug zo min mogelijk te laten bewegen. Nog 7, goed zo. Flex de voeten, maak je benen daarmee actief. Nog 6. Lekker bezig. Nog 5. Nog 4. We zijn dus nu over de helft. Dat is toch al een heel fijn idee als we over de helft zijn. Oké, nog 3. Nog 3 is het altijd makkelijk aftellen. Nog 2. Nog 1. En dan doen we hem andersom. We gaan even met rechts omlaag. Cirkel hem weer terug omhoog. Links valt naar buiten. Omlaag en omhoog. Nog 9. Nog 8. Je krijgt te veel last van je onderrug. Kun je al tussendoor even dit doen. Of doe even je handen onder je billen. Nog 7. Nog 6. Schouderbladen blijven ook in de mat. Nog 5. Strek de benen. Nog 4. Hoe het einde komt er weer bijna in zicht. Hou nog even vol. En ja hoor, we zijn bij de 3. Kom maar. Kruip de buikspieren samen. En we gaan naar 2. Dan weet je, als dit een rondje is geweest, begin dan aan het laatste rondje. Dat is toch wel weer een fijn idee, hè? Oké, het laatste rondje gaat in. En met rechts omhoog. Links naar buiten. Links omhoog. En ontspan. Knie even lekker naar de borst. Wiebel een beetje met je onderrug. En we hebben natuurlijk nu de benen om en om gehad. En we gaan ze nu allebei tegelijk doen. Die hadden jullie kunnen verwachten natuurlijk, hè? Mensen die vaker de Pilates les bij mij hebben gedaan, die weten wat er komen gaat. Alright, de benen strekken we uit. We laten de benen zakken. Precies tot het punt waar je komt. Als mijn benen hier gaan, wordt mijn rug heel hot. Dat doe ik niet. Ik laat mijn benen tot hier zakken ongeveer. Dan kunnen mijn buikspieren het goed aan. Dan cirkel ik met de benen allemaal buitenlangs. Weer omhoog. Alright, nog 8. 7. 6. 5. 4. Voordat je rug heel erg snel hol trekt, doe dan je benen minder laag. 3. 2. En de laatste. En als het ene rondje deden, noem het ook het andere rondje. Benen gaan eerst naar buiten. Cirkel omlaag. En alle twee omhoog. Nog 8. 7. Knijp ze samen. 6. 5. 4. 3.
Yes, we zijn nu bij de 3. Hou hem even vol. 2, knijp ze samen, knijp ze samen. En de laatste, daar gaan we hoor. Yes, benen van naar buiten, over de grond. En omhoog. En ontspan. Voel de buikspieren lekker aan het branden zijn. En wiebel weer even een beetje over je rug. Wiegel wat heen en weer. Zo masseren de onderrug een beetje. En dan vallen we naar onze rechterzij. En dan gaan we doen alsof we op het strand liggen. En dat mag op deze manier. Dat je helemaal eigenlijk ligt op je rechterkant. Of je doet het op deze manier. Alsof je een beetje een boekje aan het lezen bent op het strand. Alleen gaan we nu niet een boekje lezen, maar gaan we onze benen aan het werk zetten. En vooral de zijkant van onze benen. Dus eigenlijk de spieren hier, die gaan we straks heel erg voelen. Dus dat we wat verzuring krijgen. Onderste been mag licht gebogen, dus heb je iets meer balans en steun. Je kan ook altijd je linkerhand gebruiken om die naast je neer te zetten. Mocht je het idee hebben dat je te veel wiebelt. Je wilt zoveel mogelijk in één lijn, dus de heupen precies boven elkaar. Niet te ver naar buiten of te ver naar binnen. Anders gebruik je dus weer de hand. Of leg je het onderste been wat meer naar voren. Alright, gaan we beginnen met je voet geflext. Ik ga iets naar voren, dan zien jullie het hopelijk ook iets beter. Oké, voet geflext. Dan gaan we gepoint omlaag. Dus dit is pointen, dit is flexen. Flex de tenen naar je toe, pointen, tenen van je af zoals een ballerina. Alright, gaan we. Geflext omhoog, gepoint omlaag. 8, 7, 6. En knijp die buikspieren weer samen. Hè? Trek ze weer naar binnen. Goed zo. 5, 4. Soms raak ik de tel kwijt, maar hè, dan doen we weer iets extra's. Dus ook altijd prettig, worden we weer sterker van. Yes. 3, 2, 1. Laatste keer omhoog. Point omlaag. Nu gaan we ook gepoint omhoog, reflex omlaag. Dus precies de andere kant op. Dus 8, 7, 6. Blijf lachen. 5. Bedenk gewoon dat je op het strand ligt. 4. Met 25 graden. 3. Of 30 graden. 2. Misschien wat palmbomen erbij. 1. En dan doen we gepoint. En doen we nu flexen. En een paar keer op en neer. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Hou hem even stil. En dan gaan we 6 naar voren maken. 8. 7. 6. Dit is precies het punt waarbij je denkt, oeh, ik wiebel te veel. Gebruik dan je hand, hè. Zet hem dan voor je. Goed zo. 6. 5. 4. 3. 2. 1. En achterwaarts natuurlijk. We gaan achteruit rijden. Kom maar. 7. 6. 5. Voel de burn in de billen aan de zijkant. 4. 3, 2, 1. En hou hem vast. Weer op en neer. 8. Oh, deze is gemeen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Flex voet, point je voet. Flex je voet, point je voet. Nog 8. Nog 7, 6, 5, 4. Trek die teen naar je toe. 3. Nog 2. En de laatste. Yes. Doen we hakkenbillen. Dus je hak gaat naar je billen. En strek hem weer uit. Goed zo. 8. 7. Knijp de buikspieren samen. 6. 5. Navel gaat dus naar binnen. 4. 3. 2. 1. Alright, en gaan we weer op en neer. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En zeker naar voren. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En achterwaarts. We zijn er bijna, mensen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. En knie iets naar voren. Voet op elkaar.
Open je knieën. Gaan we. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Strek weer de benen. Nu komt ons been komt er ook vanaf. Gaan we. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hou hem vast. Span allebei de benen samen aan de binnenkant en bovenkant. Gaan ze altijd omhoog. 8, 7, 6, 5, 4, 3, nog 2, 1 en ontspan. Nu kan je met je knokkels even over die gevoelige spieren gaan. Een beetje het zuur eruit te wrijven voor je gevoel. Je kan ook met je hand even kort, hè, vooral even met de palm hiervan, goed even gewoon op de gevoelige plekken wat te duwen en te slaan. Schud de benen lekker los. En we gaan naar de andere kant. Nou, zijn we er bijna, mensen. Als we deze kant hebben gehad, dan voelen we toch ons al wel een beetje weer voldaan. Oké, mag je weer lekker aan de beachhouding gaan liggen? Je kan op deze manier, je kan met je hoofd een beetje zo. Wat voor jou fijn is, om het bovenlichaam zoveel mogelijk te ontspannen. Buikspieren span je natuurlijk wel een beetje aan. Dus navel iets naar binnen trekken. Onze buikspieren samen knijpen. Maar dit mag je allemaal heel ontspannen blijven. Want het werk zit echt hier. Alright, we gaan zo weer beginnen. Voeten flexen, tenen naar je toe. Pointen, tenen van je af. Zet hem op, gaan we. 8, point. 7, 6, 5, 4, 3, blijf lachen. 2, 1, gepoint omlaag, gepoint omhoog. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En kom omhoog. Het kan zijn, ga nu op en neer. 8, 7, 6, 5. Dat je nu de spieren meer voelt en dan sneller dan net. 4, 3, 2, 1. Hand kan je dus weer voor je houden zoals ik al die tijd dat doe. Cirkels naar voren. 8, 7, 6, 5. Onze buikspieren. 4, 3, 2, 1. Cirkels naar achteren. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En hou even vast. We flexen de voeten en we pointen de voeten. Alright. Flex, point. 8, 7, 6, 5, 4. Bekkenbodemspieren aan. Alsof je naar de wc moet, maar je kan helemaal geen wc vinden. 2, 1. Flex je voet op en neer. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gaan we door naar hakkenbillen. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nog 2. Hou hem vol. 1. Alright, op en neer. 8, 7, 6. Een feestje dit. Voel het branden. 4, 3, 2, 1. En 6 naar voren. We zijn er bijna. 6, 5, 4, 3, 2, 1. En nog achterwaarts. Oh, dit steekt al een beetje. Yes, kom maar door. 4, 3, 2, 1. Alright, benen gaan naar voren. Voeten op elkaar. En we openen de knieën. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En we strekken de benen. Onze been komt omhoog. Gaan we. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beide benen gaan omhoog en naar beneden. Dus dan trainen we eigenlijk ook meer hier de zijkant. 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en ontspan. Leg je benen lekker naar voren, laat hem ontspannen. Weer een beetje met je knokkels over de pijnlijke spieren wrijven. Of met de palm een beetje op de spieren slaan. Je kan hem ook echt wel aan de, bij je kuitspieren hier voelen. En zo aan de zijkant. Knijp er ook een beetje in. Plaats je rechterhand voor je. Dan duw je jezelf omhoog. Zodat je eigenlijk automatisch je linkerbeen onder hebt. Of als je de andere kant hebt gedaan, is dat rechts. Dan plaats je nu je andere been over het been wat onder ligt. Dan kom je automatisch al in een soort van stretch te zitten voor de buitenkant hier van de bilspier en de been. En die heb ik net aan het werk gezet, dus dat is hartstikke fijn als we die nu ook even gaan rekken, strekken. Oké, adem in. Maak jezelf helemaal lang. Kijk je arm na. Draai een kwartslag. In mijn geval naar rechts. Plaats nu je linkerarm om je rechterknie. Duw hem tegen je aan. De werkarm is helemaal lang. En met een high five van je hand ga je armen achterwaarts. Plaats je de high five op de grond achter je rug. En strek jezelf extra op. Je hoofd blijft in lijn met je romp. Dus je hoeft niet helemaal nog verder te kijken. Als je dat wil, mag dat wel. Maar dan krijg je zo'n extra stretch ook in de nekspieren. Dat hoeft nu niet. Want de focus ligt nu echt op de been- en bilspieren om die te strekken, te stretchen. Hoe meer je eigenlijk dus jezelf doordraait in de twist en de knie tegen je borstkas aanduwt, hoe meer stretch je voelt. Adem in. Schrik jezelf helemaal op. En op de uitademing. Kijk je of je nog iets verder door kan draaien. Dan blijven we hier heel even in zitten. Gewoon om onze spieren de tijd te geven naar de inspanning en de verzuring. Hier de stretch te voelen, de spier weer wat op lengte te maken. Als je goed wilt stretchen, dan mag je daar best wel in komende tijd. Aangezien het dus veel meer zitten, ja, sommige spieren korter worden, mag je spieren best wel 2 keer zo'n 20 tot 30 seconden stretchen. Dan pas stretch je eigenlijk echt goed. Dus neem er voor jezelf ook een momentje misschien op een dag. Gewoon hè, als je misschien 's ochtends wat je gaat werken of nadat je hebt gewerkt, neem een paar stretchoefeningen om je spieren weer wat langer te maken. Of nadat je gewandeld hebt. En dan langzaam komen we los vanuit de houding. En wisselen het been. Dus het ene been gaat onder en het andere gaat over. Probeer zoveel mogelijk op beide zitbordjes te zitten. Dus niet op de een of de ander. Je voet blijft ook zoveel mogelijk goed op de grond. Adem in. Draai de kwartslag naar links. Mijn arm gaat om de knie heen. High five. Achter je rug. Strek jezelf op. En kijk of je iets door kan draaien. Laat je zitbordjes goed zakken in de mat. En je kijkt gewoon lekker een beetje ver weg. Het luchtledige zeg ik altijd een beetje. Mag een beetje wegdromen. Gewoon hier in het nu te zijn. Ja, gedachten die dan door je hoofd komen. En je, je zegt, goh, die gedachte er is er. Je kijkt er even naar en je laat hem weer los. Even niet meer bezig zijn waar je al die tijd mee bezig was thuis. Niet bezig zijn met dat je een partner bent, een moeder of vader, broer, zus, dochter, zoon. Het zorgen voor je kinderen, de perfecte collega te zijn, maar gewoon alleen hier op de mat. Een momentje voor jezelf. Adem in. Strek jezelf op. Adem uit. En strek jezelf iets door, wat verder in de houding. Voel ze ook nu weer de stretch in het linkerbeen. En we nemen ook hier even de tijd. De ademhaling is inmiddels weer gezakt en wat rustiger. En langzaam kom je uit de houding. Als je de benen in kruismaker zit of als je het fijn vindt in een halve lotus, op deze manier kan je het doen.
Omdat als je heel flexibel bent, doe je natuurlijk ook de hele lotus. Mijn heupen zitten te veel op slot helaas. Wordt aangewerkt door mezelf met een fysiotherapeut. Maar een hele lotus is voor mij op dit moment niet mogelijk. Dus ik doe het in een halve lotus. Zet jezelf helemaal op. Navel weer van binnen. Kin op de borst. En voel je ook hier de nekspieren achter, hoe ze lang worden. Armen mogen lekker rusten. Gewoon hier misschien, of in je schoot, wat je zelf helemaal fijn vindt. En dan maken we een beweging van links naar rechts. Je begint eerst een beetje klein. En die beweging wordt steeds groter. Dat voel je ook in je nekspieren. Ze worden steeds langer, ze worden steeds meer opgerekt. Van ene schouder tot je oren daar voorbij. Nu wordt de beweging zo groot dat we ons over linker schouder rollen naar achteren. Open het keelgebied en rollen via rechts omlaag. Nog één keer via links. Adem in. Adem uit. En doen we via de andere kant rechts. Adem in. Adem uit. Nog één keer. Adem in. Adem uit. Dan laten we ons hoofd even hangen. Onze wervelkolom is helemaal recht. Dan langzaam komt ons hoofd omhoog. Zijn schouders. Strekken we even op richting onze oren. En we rollen naar achteren. Nog één keer adem in. En adem uit en naar achteren. Laatste keer adem in. Adem uit en naar achteren en ze zijn helemaal laag. Alsof nu van je linker schouderblad naar je rechterbil een lijntje loopt. En van je rechterbil naar je rechter schouderblad naar je linkerbil. Gewoon in een soort kruisje worden ze je schouderbladen omlaag getrokken. En dan naar achteren openen ze je ook het borstgebied mee. Activeren we de schouders, navel naar binnen. Even zo heel actief zitten. Adem in, arm op. Adem uit, handen zijn voor elkaar. Dat ze helemaal voor je borst komen. Je duwt de schouderbladen juist uit elkaar. Op deze manier. Dus maak jezelf helemaal zo bol als mogelijk. Dus net activeren we ze even door naar elkaar toe te brengen. En nu doen we ze uit elkaar halen. Je hoofd mag lekker hangen. Navel in onderste buikspieren span je nog steeds een beetje aan. En dan open je het borstgebied. Draai de duimen zo veel mogelijk naar achteren. Dit is normaal. Nu draai zo veel mogelijk naar achteren. Schouderbladen gaan weer naar elkaar toe. Ik draai er even bij. En dan open ze weer even het borstgebied. En adem in. Adem uit. En in elkaar. En weer open. Nog één keer rechts over links. Open. En nog één keer links over rechts. Open. Dan laten we langzaam de armen zakken. Zijn ze in onze schoot. Wiebelen we nog een paar keer heen en weer. Wiebelen. En dan maak ik nog even een rondje. Met onze romp. Zitbordjes blijven dus weer op de mat. En ze blijven contact houden met de billen, met de grond. En dan gaan we nog even de andere kant op. Gewoon om even de heupspieren daar los te maken. Dat kan je ook doen met de warming-up. Vandaag was de warming-up gelijk even wat actiever. Maar ja, mocht je het niet prettig vinden, dan kan je ook met dit soort oefeningen eerst beginnen. Nog een paar keer naar links en naar rechts en links en dan doe je kin op je borst. Plaats je handen voor je, sluit je ogen en dan hoop ik dat je jezelf vandaag voor iets kan bedanken waar je trots op bent of blij mee bent of tevreden dat het is gelukt of iets waar je gewoon dankbaar voor bent in deze tijd wat je wel of niet hebt kunnen doen. Namaste. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.